Ik ben Ismael Yousoufi. Anne Bruijvels. Gerrit Miedema. Tessa Tippersma. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat me dat heel erg is meegevallen. Had ik wel verwacht. Ik zag daar best wel tegenop. Maar dat gaat eigenlijk prima. Het is vrij moeilijk bijvoorbeeld om aan subsidies te komen. En ook als je kijkt naar de regionale investeringsmaatschappijen, dan zie je dat Nederland, wat al een vrij klein land is, dat dat toch in allemaal stukjes is opgedeeld. En daardoor verhindert het eigenlijk een goede samenwerking en de mogelijkheid om met die potjes geld juist hele mooie dingen te kunnen doen. Binnen de gezondheidszorg heb je natuurlijk wel regels, maar die zijn meer op het oog van de patiëntveiligheid. Wij maken software, digitale producten, en dan heb je eigenlijk minder te maken met de regels die opgelegd worden. De fysieke regels, om het zo maar te zeggen, als ik even een onderscheid mag maken. Wat ik de afgelopen jaren wel heb gezien is dat je toch ook vanuit Brussel wel steeds meer regelgeving krijgt, meer formulieren moet invullen om een project goed te kunnen afronden of goed te kunnen opstarten. En af en toe merk je dat dat erg tijdrovend is. Met name ook voor productveiligheid, zeg maar. Ja, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Vind ik juist goed dat daar zoveel regels voor zijn. Het moet gewoon helder zijn. Als je kijkt naar regelgeving. Normaal gesproken bijvoorbeeld, ze kunnen niet bepalen een website mag zo groot zijn. Maar ze kunnen wel bepalen in het bestemmingsplan mag jouw gebouw niet zo eruit zien. Dus vandaar dat ik denk, daar is nog heel weinig beperkingen wordt het opgelegd, gelukkig maar. Want het is van iedereen en ook van niemand. Dus vandaar dat ik denk van oké, op dat vlak mag dat zo wel blijven.